Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag zal ik reageren op de nieuwe Shang-Chi en The Legends of the Ten Rings trailer. Dus laten we dan maar kijken naar die trailer. Ik heb nog niks gezien, dus Marvel, verras me, I guess. Een soort van een Chinees huis of zo, wat is het? Hout, oké. Wat gaat hij doen? Gaat hij zijn vuist daarin stoppen? Ja, oké, ik dacht dat. Dus Marvel Studios, alright. Je ziet hem. Oh, working out, I guess. Right, cool, een BMW. Cool. Ik ken iemand die dat zeer leuk gaat vinden. Oh, oké, daar heb je Shang-Chi. Is dat ook Shang-Chi? Yup, yup. Dus hij heeft een normaal leven. Het is niet dat hij. Oh, wat is dat hem? Oh, die guy ziet er wel cool uit. Ja, ik denk wel. Is dat. Ik denk wel dat. Ja, oké, ik denk wel dat hij dat was. Die kleine jongen. Ja, ik denk dat hij wordt getraind ofzo. Ik ken niet te veel over Shang-Chi. Ik weet wel dat het over een soort van gevechtsport gaat. Ja, die guy ziet er echt cool uit. Hij is vol. Een soort van choppen. Daar hebben we Shang-Chi. En daar hebben we de real. Hoe noemt hij alweer? De flip. Hoe noemt die guy alweer? Ik weet het niet meer, maar dat is de guy die de Ten Rings soort van draagt. En dan hebben we die coole guy, die vliegtuig, waarom niet? Coole guys doen dat, hé. Oké, interessant. Hé, een battle. Dus dat zou waarschijnlijk de end battle zijn. Ik weet niet wie dat is. Ik kijk daar een tram. Jeet. Oké. Daar hadden we een set van die auto dingen. Car iets. Oké, dat is wel cool. Shang-Chi. Alright. Cool, ik weet het niet, ik denk dat het wel leuk film gaat zijn, maar ik denk niet echt dat het een van de favoriete gaat zijn. Allee, ik bedoel, ik moet hem natuurlijk nog kijken, hè. Maar het ziet er interessant uit, de trailer. Oké, dus de trailer ziet er interessant uit. Shang-Chi gaat vooral over gevechtsporten en martial arts, dus eigenlijk. Er was één guy dat ik echt heel cool vind. En dat is die guy met zijn wit masker. Die ziet er wel heel cool uit. Je krijgt die ook in een Lego set, geloof ik. Dus er zijn nu op dit moment 2 Lego Shang-Chi sets. Ik zal die wel hier in beeld zetten. Ik vind die sets wel oké. En ja, natuurlijk op het laatst, wat in de trailer eigenlijk ergens in het midden kan je ook. Soort van, ik denk dat dat toch de end battle is, want er zijn veel mensen en er is ook nog een foto met de rings, met zo de slechterik met de rings hier aan zijn armen. En ik denk dat de echte Mandarin, dus de man met de ringen aan zijn armen, gaat dan eigenlijk de vader zijn van Shang-Chi, denk ik toch, of een vaderfiguur. Want ik bedoel, hij spreekt over hem als een soort van zoonachtig iets, dus ik denk dat hij zijn vader is. Ik bedoel, de trailer ziet er wel interessant uit, dus ja, we gaan moeten kijken voor de andere trailers, voor de Marvel films. Dus ja, ik bedoel, Shang-Chi ziet er niet mis uit. Ik weet niet, ik ga waarschijnlijk minder deze film minder leuk vinden dan de andere films van Marvel, bijvoorbeeld Ant-Man of Spider-Man, want deze heeft niet echt veel kracht. Shang-Chi kan gewoon vechten en dat is eigenlijk alles wat hij doet. We gaan zien, mijn jongens en meisjes, hopelijk hebben genoten van deze video. Geef een like. Abonneer je beneden, klik op het belletje dat je nooit een video mist of reed. En dan zie ik je om later in de dikke, vette. Oké, ik probeer Shang-Chi na te doen. Who are you?